Waarom is jouw poppetje zo klein? Omdat je Bonnie bent. Ja, ik ben gewoon klein. Dan moet je niet zo lelijk tegen me doen, als, alleen maar omdat ik klein ben. What the fuck? Ogenblikje hoor. Hey, een beetje ijs op me gooien, hè? Omdat ik klein ben zeker. Dit is Noobcraft Sadistic Survival. Vandaag met Ralf, Stijn en Julian. En ik ben Douglas, jullie gids in de wereld van Minecraft. Oh, niks aan de hand. Hallo iedereen, dit is Ralf en dit is Noobcraft Sadistic Survival. Julian heeft gezegd dat hij iets heeft om ons te laten zien, dus ik ben heel benieuwd. Deze keer is alleen ik en Julian en Stijn, maar daar wachten we nog eventjes op. Even kijken, we zouden hier afspreken, maar... Hallo. Hallo. Stijn, wat zie jij er sexy uit vandaag? Je hebt wat vrouwelijke trekjes ontwikkeld. Ja, voor deze aflevering alleen. Is dat fanservice? Auw, hey. Ja. Goed zo, doei. Oké, anyways, Julian. Jij hebt iets om te laten zien aan ons. Ja. Kom maar binnen in mijn huisje. Oké. Okay. Nou, je bent flink bezig geweest, Igor. Oh nee, druk even op het knopje alsjeblieft. Nou, dat is dus wat een knopje doet. Goed zo, doei. Dankjewel. Alright. Nou, wat ten eerste mijn interieur hier heb ik heel hard aangewerkt. Holy shit. Oké. Okay, maar wat ik jullie echt wil laten zien is mijn fabcave. Je fabcave. Nou, dat wordt interessant, jongens. Even kijken. Dat is diep. Heel veel gefabt. Ja. Hier kan je noodovernachten doen. Ja, voor ultieme privacy. Hier, I've got my secret. Wow. Mineshaft. Heb je voor ons ook een paard? Ah! Oh, wauw. Hey, Portje. You selfish bastard. Wow, man. Je bent wel flink bezig geweest. Het is echt een soort bug dat als je uit in mijn karretjes gaat, dat je gewond raakt. Oh, ik dacht dat je hem geslagen had ofzo. Karma. Wow! Je hebt gewoon je eigen lava pit of doom. Ja, hier kan je dus heel makkelijk, zeg maar, dingen die... Onzin die je hebt gemined, kan je gewoon in de lava gooien. Oh, ja, dat is wel slim. Als je dan gravel hebt en een cobblestone... Maar wil je niet een iets breder pad dan dit? Nee. het is wel spannend. Kun je het gewoon zo, zeg maar deze breedte zo? Zoiets? Nee, dat kost te veel tijd. Ik wil het best voor je doen hoor. Nee, kom we gaan verder. Okay. Want we zitten hier op de juiste adershoogte volgens mij. Want het is best wel veel materiaal wat ik hier al heb gevonden. Ja, ik heb ook aardig wat kolven bij zien komen, alleen al bij lopen. Hier ook weer. Jezus, de gang is echt lang. Ik snap wel om je railtje aan het bouwen bent. Ah, we zijn bij het einde. Ja, daarom wil ik die treinrails verder gaan maken. Nee. Even choppen hier. Dus je wilt gewoon je gang verder doormaken? Ja. We moeten gewoon net zo lang doorgaan tot ik die diamantenoor tegenkom, want... Ja, die ben ik ook niet tegengekomen. Oh. Wow! Fuck. Hey, moet je met je... Wat? We hebben een cave gevonden. Oh, waar? Wow! Dude! Oh my god, grab your weapons. Dude, we hebben een mijn hey, gevonden. Hey, awesome! Mine oh, chef. Fuck. Oké, wacht even. Je bent zo verdwaald in de mineshaft. Ja. En dat is echt omdat er superveel afsplitsingen zijn. Dus je moet een manier vinden om te markeren waar je nog niet bent geweest en waar je wel bent geweest. Fakkeltje midden op het pad? Misschien? Gewoon ja, dus niet op de muur, maar echt zo ploep. Maar je zo. Moet dus ook zorgen dat er niet allemaal gewoon maar ergens een fakkel neerzet, want straks dan gaat het allemaal door elkaar. Kijk hier jongens, allemaal lava hier. Zeg dit. Dus, waar ben je? Ik zet even hier
Zeg maar, waar we nog even niet heen gaan, doe ik even een blokje, oké? Okay? Oké, soort. Alright. Kun je wel een beetje in de buurt blijven? Dan, Heb je ook superveel rails. Wow. Loopt hier dood, man. Loopt hier dood? Oké, dan moet hij hier even een blokje neerzetten dan. Ik heb hier ook even een blokje neergezet. Oh, nice. Ik heb al meteen goud gevonden hier. Iron, sorry. Dat eigenlijk zijn Hoor jullie dat? Oh, ik heb even. Oh, kut. Ik kom op ons af. Wat de fuck is dit een zwarte? Hij heeft leraar. Yeah, teamwork! Woo! Nice. Ik ben nu al verdwaald, jongens. Waar ben je? Nee, oh, hier. Nee, we hebben nog één stuk op top. Stijn, is het een idee om hier nog een blokje bovenop te doen zodat de zombies hier niet overheen springen? Ja, precies. Dat is goed. Oh, hè? Ja, maak het ze maar makkelijk. Ja, gaat hij weer naar beneden? Maar we moeten even terugkomen, Julian, want we moeten even dit afzetten zodat we niet verdwalen. We komen straks wel. Oh, holy shit. Oh. Pakketje. Wow, dit is hier een grote opening. Wow. Die gasten liet iets van. Wow. Hey, liet gewoon een ijzerblokje. Oh. Hey, Ik heb, ik heb denk ik goud gevonden. Kut. Nice, man, ik heb nog nooit goud gevonden. Ik heb goud nodig. Ja, iedereen heeft goud nodig. ja, maar ik weet niet zo goed waar je goud voor kan gebruiken. Want volgens mij heb je niet zo heel veel aan. Ik weet niet, maar ik vind het wel tof. Zullen we anders deze hole ingaan? Die gaat dieper. Goud heb ik nodig voor mijn rails. Ah, ja. Yeah. Voor de power rails. Creeper. Nee. Oh, jullie zijn allebei dood. Echt waar? Allebei. Al jullie spullen hier liggen hier nog. Niet pakken. Ik kom daar. Nee, ik ga ze niet pakken. Kom deze kant op snel, want die ben ik hier in mijn eentje. Oké, Julian, jij mag eerst je spulletjes pakken. En dan, ik heb toch vooral eigenlijk alleen maar stenen dingen. Maar er zitten wel, als het goed is, twee ijzeren pickaxes tussen. Ik kon niet meer wegkomen. Zo, ik word echt helemaal belaagd door al mijn vijanden trouwens. Maar ik ben er. Nacht. Ja, ik ben er, dus het is goed. Oh, en die gang is ook zo eindeloos lang. Ik ben echt zo paranoïde als ik weet niet wat nu. Het is wel echt super hardcore dat je gewoon door zo'n creep in één keer opgeblazen kan. Ja. Ja, het is echt fucking oppas met die dingen. Ja, ik had je volgens mij ook een keer geraakt met mijn zwaard. Ja. Niet dat het veel uitmaakt als je wordt opgeblazen. Echt wel even mooi. Hé, hey, Julian is terug. Holy shit. Ik had ook heel veel pork chops als het goed is. Hallo. Yay. Oké, ja, de meeste spelletjes heb ik wat terug, denk ik. Er is echt super veel kool hier. Waar ben je? Ik ben een klein beetje verder doorgelopen om wat fakkeltjes te plaatsen. Er is echt heel veel kool-ader hier. Ja. Ik heb denk ik al genoeg, dus je kunt deze pakken als je wil. Yay! Thanks. Goud, er is hier weer goud. Chill. Nice, waar ben jij, Stijn? Nou ja, ik merk dat ik uitkwam op een gangetje waar we al langs waren gegaan, dus we kunnen met een shortcut nemen. Zeg. Jongens, het is hier helemaal overstroomd. Ik probeer het gat te dichten. Ik heb trouwens brood van iemand gepakt, van jou, Stijn, denk ik. Nee, het zijn pork chops, als dat is. Ja, daar had ik iets van 16 van of zo, ik weet niet, 15. Ja, als je dat terug wilt, dan... Ik heb een raar soort supersterk steen gevonden ofzo.
Ik heb de steen eigenlijk kapot hier. Oh nee. Waar ben je, Julian? Ik heb alles op lang gezet hier. Oh, kijk uit. Ik heb diamant, jongens. Ik heb 7 diamanten. What? Nice. Daar kan ik een super goede pickaxe van maken. Waarom is het zo donker hier? Waar zijn jullie allemaal? Ja, we zijn een beetje doorgelopen in de gang. Ik zie het. Oké. Ik zie die namen. Nou, ik zie hem al water druppelen, Jan. Dus echt, moet echt voorzichtig zijn hier. Ja, ik heb net één mijn. Ik heb net het water gedempt. Ah, godver. Ekel. Oh, je moet. Oh, wel. En wat is dat geluid? Oh, dat is als het goed is een ik weet niet wat dat was. Kijk, ik had hier dus allemaal diamanten gevonden, hè, jongens. Maar dat zit dus vlak bij het water. Ja, als je hier verder gaat, dan is het wel water. Maar misschien wel als we hier. Oh, 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 komt weer water aan. Oh. Dang it. Oh, kun je wat van die vorkjes samengeven? Ja. Redstone heet het. Geen idee wat ik ermee kan, maar leuk. Ja, je kan er een soort fakkels van maken die elektriciteit leveren. En dan kan je allemaal mechanismes maken. Oh, cool. Oké, wat doen we? Het is een beetje lijp hier voor diamant. Zullen we gewoon verder kijken in de andere gangen? Even kijken of daar iets goeds kunnen vinden? Oké. Okay. Ja, sorry, ik heb net alle diamanten hier gejat. Ja, oké. Dips tot de volgende. en ik zie een spin, denk ik. Gaan we deze weg nu nemen? Wacht even, er was. Er was ergens een gat. Waar ja, we wacht. En dan kon je hier zo. Wacht, je moet terug, verder terug. Ja? Ja, dan moet je hierheen, naar boven. En dan hier. Echt gigantisch, maar hier, dit man. Hier omhoog. Oh nee, ja. Zeg maar hier omhoog. Dit was zeg maar weer bij het begin. Hier is nog het gat. Hier is ook een ander gat. Ja. Nou goed, even kijken hoor. Zeg maar dat blokje, dat is zeg maar van bij het begin. Oh ja, dus ze hebben gewoon een andere ingang hebben weer teruggevonden. Ja, dus ik zet even de herkenning. Dat was nog een ander gangstelsel. Huh? Was hier nog een ander gangstelsel? Hier. Ja, dat kan. Er zijn heel veel. Je kan hier weer in als je wil. Maar... Hier, ik laat het jullie weer zien. Kom. Nee. Shit dan. Kijk, hier. Ah ja. Oh. Oh ja. Dit is degene die ik bedoelde. Dit gaat naar lava ook. Oh ja, zit je er een beetje boven ijzer, of zo? Heb je er nog ijzer nodig? Heel veel ijzer hier. Volgens mij allemaal ijzer nodig. Ja, maar je hebt echt helemaal niks nog. Dus ik geef jou deze even een beetje voor. Dankjewel. Oké, dit voelt echt heel erg lijp. Maar ik ben even een pad te maken over de lava hier. Oké. Zo, ik heb een pad. Fakkeltje. Hey, hebben jullie nog veel fakkels? Want mijn fakkels beginnen een beetje op te raken hier. Ik ga nu wat fakkels maken, denk ik. Ik heb er niet zoveel. Ik heb niet zoveel. Redstone. Maar je gebruikt te veel fakkels, man. Je moet er zuinig voor zijn. Hoi! Ja, maar je hebt best wel veel. Van dat. Hoe noem je dat spel? Ah, man. Oké, jammer. Teruggaan? Of? Ja, gewoon terug. Je hebt zoveel gangetjes die je kan exploren. Oh, shit, man, dat is echt gigantisch hier. Er is hier weer een gekke gang hier. Hierboven. Oh ja. Trappetje maken? Ik zie daar ijzer, ja.
Oh, hier is ook lava. En met goud. Dus ja, bij lava is meestal dingen, goede dingen te vinden hoor. Ik blokkeer even dit af, want anders dan verwarren we dit waarschijnlijk wel. Oh, oh, oh. Hey. Ja, ik, ik ging niet pakken, maar ik was nog bezig om de lava aan de kop te zetten. Hey, ik heb een emerald gevonden. Wat? Serieus? Wat kan je daarmee? Is er nog meer? Ja, daar kun je mee ruilen. Met village krijg je superveel voor. Nee, emerald is heel zeldzaam. Nou, heel zeldzaam. Een soort van zeldzaam. Dus je krijgt... je hebt altijd maar één blokje, geloof ik. Van. Au, au, skelet, skelet. Twee zelfs. Oh, je hebt eentje en het is een soort van armor ding ofzo. Uh-oh, zo'n suicide gast. Creeper? Ja. Leef je nog? Ja. Nee. Oh ja, dat is best wel veel ijzer inderdaad. Nog meer ijzer hier. Damn. Nou, ik snap waarom ze hier een mijn hadden. Hou je eten in de gaten. Oh ja, goeie, thanks. Oh fuck, hey. Ah, kut. Wat, ben je dood? Ik werd aangevallen, ja. Er was zo'n dat was zo'n zombie. Weet je nog waar je ons kunt vinden? Ik zat gewoon in de buurt, denk ik. Bij die marker, weet je wel, wat ik net had afgeschermd. Ja, precies. Ja, je spullen liggen hier nog. Dus dan blijven wij hier even. Oké. We blijven hier even een beetje hangen. Zodat we jouw spullen niet pakken. Ik wil eigenlijk zo wel terug gaan, want. Pak anders gewoon het ijzer. En. En wat valuable, maar je hoeft niet alles mee te nemen hoor. Of ik weet niet of het past. Ik zit al redelijk vol nu met items. Ja. Ja, ik ook. Maar hebben jullie in ieder geval het ijzer? Of niet? Ik zal er overheen lopen, dan wordt het op mijn eigen ijzer. Ik heb zelf, nu heb ik 29 ijzer. Dus ik ga even. Ik loop even over jouw items heen. Waarschijnlijk wel. Nu heb ik 56, dus. Dus dan krijg je er 27 ijzer. Oh, shit. Ja, zombie. Super. Alleen ik weet niet of we nou van boven of van beneden kwamen. Volgens mij... Beneden? Volgens mij beneden, ja. Ah, wat een vleermuis. Oh, het wordt donker bij mij. Is dit een grotstelsel waar we in moeten hier? Deze gang? Ik denk het wel. Ja, want die bij de hoek omgekomen. En toen al kwamen we rond de conclusie dat het die gang was. Oh man, dit ding is echt zo. Volgens mij is zeg maar de manier om. Het is hier, volgens mij. Ja, hier zijn we geweest. Ja. En dus dan moeten. Is... Volgens mij moeten hier deze de in. Hier toch? Ja, en dan links? Ja, oh my god. Yeah. Oh. En volgens mij ga je hier makkelijker dood door gewoon dat je geen eten meer hebt en gewoon niet de uitgang kunt vinden. Dan zou ik gewoon echt naar boven blijven, mijn. Ja, inderdaad. Oh my god. Shit man, dit is zo gigantisch groot. Ja, duik even terug. Misschien dat we gewoon de rails verder moeten afmaken. Of niet elke keer zo lang veel te ver te lopen. Ja. Hallo! Moeilijke deuren. Nou, zet het ijzer even. Hier ligt je emerald. Ja. Sweet! Thanks. Dankjewel. Oh, ik heb diamant aan. Nu kan ik een diamant pickaxe maken. En een diamant is waard. Sick. Nice. Je wilt die niet toevallig delen, hè? Man, we hebben echt alleen het beginnetje gehad. We hebben al zoveel eruit kunnen halen. Ja, zeker. Ja, bizar. Ja, ik heb nog 3 diamant, dus iemand mag van mij nog een... Ja, me too. Me. Tips. Doe maar, Ralf. Yay, dankjewel. Awesome. I owe you, man. Yes, you do.
het ziet er echt, als je geen beenarmor hebt, dan zien je voetenarmor ziet er echt super belachelijk uit. Alsof je met een stel betonnen blokken aan het rondlopen bent. Ja, ik heb alleen nog maar voetjes. Maar mijn mic is volgens mij gekrijsd, dus dat doet hij op mijn computer gewoon af en toe. Oké, okay. Dan wacht even zodat je druk bent. Nee, ja, mijn code is klaar. Nice. En ja, wat de hel kan ik ermee? Ik denk dat ik ga sowieso denk ik ook slapen. Maar vind ik eigenlijk ook een goed idee. Ik denk niet dat ik terug die mine in moet. We wachten op de rest. Ja. Cliffhanger. Cliffhanger, tom. Oké, okay, jongens, als je even mijn. Nou jongens, dankjewel voor het kijken. Stijn is gecrashed, dus die zie je niet meer. Maar daar is Julian achter ons met de gouden helm. En wat heb ik? Een diamanten pickaxe. Oh ja, yeah. Woe! Dit was eindelijk. Oh, auw, hey, tot z'n doei. Dat was alleen het begin van de mijn. En de volgende keer gaan we dieper in de mijn. Waarschijnlijk ook met de rest. Want, ja. Dela. Sharing is caring. Doei! Hallo internet, ik hoop dat jullie deze aflevering van Noobcraft heel erg leuk vonden. Als je hier op het gele vak klikt, dan krijg je meer hardcore survival met Kirsten en Douglas. En als je hier op het paarse vlak klikt, dan krijg je 33 A-Adventures, de webserie die ik samen met mijn huisgenoten maak. En vergeet ook niet hieronder op de oranje balk te klikken om te subscriben. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk hebben gehad en tot de volgende aflevering. Woei!